Hartelijk welkom. Dit is het RTVA-nieuws van dinsdag 25 november. Werkgevers die nu mensen met een psychische en of lichamelijke handicap aan het werk hebben, zullen dat straks niet meer doen als zij met 5 verschillende gemeenten moeten onderhandelen. Dat stelt de voorzitter van de ondernemingsraad van de AM-groep, die nu centraal bemiddelt voor 5 gemeenten in de regio, waaronder Amstelveen. De ondernemingsraad is bang dat honderden kwetsbare werknemers van de AM-groep zonder werk komen te zitten. Nou, dat is in onze beleving heel ernstig. Wij huisvesten op dit moment 612 medewerkers. En al die medewerkers hebben een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. En ja, het zou echt verschrikkelijk zijn als deze mensen thuis komen te zitten. Hè. Mensen zijn afhankelijk van de structuur en het ritme van het werken. En als die mensen thuis komen te zitten, het leed is dan niet te overzien. Mensen kunnen terugvallen in oud gedrag. Denk aan verslavingsproblematiek, psychoses die kunnen optreden bij mensen. En dat zouden we absoluut niet moeten willen. Want waarom is het zo goed voor die mensen om aan het werk te zijn? Het werk op zich zorgt ervoor dat mensen een dagdoel hebben. Zorgt ervoor dat ze een waardevolle dagbesteding hebben en dat ze ook hun steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij. Wat vinden de werkgevers ervan waar jullie mee samenwerken? De werkgevers waarmee wij samenwerken, die geven aan. Hè. We hebben diverse groepen gedetacheerd van mensen. En zij zouden het zeer lastig vinden, eigenlijk niet prettig, als zij met 5 verschillende consulenten van 5 verschillende gemeenten zouden moeten gaan werken. Terwijl dat op dit moment gewoon gecentraliseerd is met 1 contactpersoon die zij hebben. Dat vind ik heel raar, want ze beslissen over een grote groep mensen die een handicap hebben, die een beperking hebben. Ik heb er zelf ook één. En het zal over mij ook moeilijk worden, omdat je handicap hebt. Dus een plaats vinden op de arbeidsmarkt is voor ons heel moeilijk. En dit is dan nog een plek waar wij kunnen werken, zeg maar, onder begeleiding. En dat heb je regulier niet, want je bent gewoon aan je lot overgelaten. Ik heb zelf de ziekte van Parkinson, dus je moet verder. En hier kan ik dat nog doen. En in een regulier bedrijf zie ik het erg moeilijk in, hoe dat in de toekomst gaat. Maar je moet op je dingen voorbereid zijn. En dat ben ik nu aan het doen. De participatiewet is eigenlijk wetgeving die de verschillende doelgroepen, de ontschotting daartussen, die verwijdert. Okay. En alle doelgroepen vallen dan onder die wet. Okay. Dus alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En de verantwoordelijkheid om die mensen naar werk te gaan bemiddelen ligt dan bij de gemeente. Wij denken zelf dat dat niet handig is. Hè. Wij hebben alle infrastructuur, alle middelen. We hebben contacten met werkgevers, met opdrachtgevers om mensen te kunnen plaatsen. En het is eigenlijk van de zotte dat als je kijkt naar onze organisatie, er zijn 90 SW-bedrijven in Nederland. Daarvan staan wij in de top 5 van best presterende bedrijven, zowel op financieel gebied als op sociaal gebied. En dan is het onvoorstelbaar dat de gemeente denkt dat ze dat op eigen voet zelf beter zouden kunnen doen. Gisteravond na het CDA-zorgdebat bij boekhandel Venstra spraken we met SP-Kamerlid Renske Leijten over het verdwijnen van organisaties als de AM-groep. Nou ja, we zien dat de sociale werkplaatsen natuurlijk worden afgebouwd en dat er geen alternatief voor ze is. Dus ja, het klinkt allemaal heel erg mooi dat de gemeente dit gaat oplossen, maar de werkplekken zijn er niet. De werkplekken die er nu zijn, die worden afgebouwd. En er is geen alternatief. En er wordt ook nog eens 2 miljard bezuinigd. Dat gaat niet goed komen. De Tweede Kamer heeft dus een probleem veroorzaakt door de werkplekken af te bouwen. En nu mogen de gemeenten dat opbouwen met minder geld. Is dat niet vragen om problemen? Wat heeft de Tweede Kamer ons gegeven? Dit is de regering. Er zijn meerdere partijen in de Tweede Kamer, waaronder de SP, die hier niet mee ingestemd hebben. Ik vind het onverstandig beleid. En hoe moeten gemeentes hiermee omgaan? Want die hebben hier geen kaas van gegeten. Nou, gemeentes moeten vooral roeien met de riemen die ze hebben. Ik zou zeggen, sluit de sociale werkplaats niet. Er kan altijd nog een andere wind gaan waaien, waarbij je wellicht verlichting ziet op het regime en de sociale werkplaatsen toch open kunnen blijven. Dus ik zou de gemeente vooral willen adviseren om niet nog fanatiek extra te gaan bezuinigen, want dan krijgen we echt ongelukken. Aanstaande vrijdag vergadert het bestuur van de AM-groep, dat bestaat uit de wethouders van de 5 deelnemende gemeenten, over het voorbestaan van de organisatie. Het kabinet wil de stadsregio Amsterdam per 1 januari opheffen. Maar omdat de Eerste Kamer nog geen fiat heeft gegeven, bestaat er grote onzekerheid bij wethouders en raadsleden van de gemeente die de stadsregio vormen.
Daaronder valt ook Amstelveen. Wij vroegen Tessa van Wijnen, die voor GroenLinks in de Stadsregioraad zit, of het erg is dat deze bestuurslaag wordt opgeheven. Hoe erg is dat? Nou, ik denk dat voor gewone Amstelveeners die gewoon hun gangetje gaan in hun dagelijks leven, dat die dat niet heel erg gaan merken. Maar er liggen daar wel een paar taken die gewoon heel belangrijk zijn voor Amstelveen en voor de andere gemeentes in de regio. En daar moet wel vorm aan gegeven worden. Die moeten wel doorgaan. Dus het is wel fijn als er duidelijkheid over komt. Nu is de jeugdzorg ook nog bij de stadsregio. Nou was natuurlijk al wel eerder besloten dat het per januari 2015 naar de gemeentes gaat. Mm-hmm. Maar er zijn een aantal onderwerpen binnen jeugdzorg, ja, die moet je eigenlijk in regionaal verband oppakken. Het is niet mijn portefeuille, maar ik heb me daar ook over verbaasd. Zo'n onderwerp als jeugddetentie, hoort dat dan bij zorg? Ja, dat hoort bij zorg. Maar dat ga je natuurlijk als Amstelveen niet in je eentje doen. Dus dan zoek je toch weer eigenlijk een regionale samenwerking op. Er zal hoe dan ook na januari 2015 een regionale samenwerking zijn. Er zal ook in regionaal verband over onderwerpen als openbaar vervoer beslissingen genomen moeten worden. Dan heb je ambtelijke ondersteuning nodig. En eigenlijk is de lijn dat zij dat dan gewoon gaan doen. Dus eigenlijk halen we het bordje stadsregio eraf en we zetten een bordje vervoersautoriteit erop. Bestuurders, wethouders, gedeputeerders hebben het allemaal maar te druk. En als we dan de stadsregioraden afschaffen, dan kunnen ze zich beter bezighouden met de taken waar ze eigenlijk voor zijn. Dat is het idee geweest. Ja, dan is natuurlijk de realiteit dat die samenwerkingsverbanden zijn allemaal vrijwillig aangegaan. Dus al die lokale bestuurders die hebben ook de noodzaak wel gezien van regionale samenwerking. Dus ja, ze zullen dat ook zeker voorzetten. De stadsregio krijgt een grote bak geld om hier lokaal de verkeers- en vervoersproblemen aan te pakken. Dat is en het openbaar vervoer. Dat is eigenlijk de grootste geldstroom. En als die stadsregio opgegeven wordt, waar gaat die bak geld dan naartoe? Ja, die gaat dan naar de vervoersautoriteit. En dat zijn dan eigenlijk weer dezelfde 16 gemeenten, plus Almere en Lelystad en de provincie Flevoland. Het gaat goed met de Amstelveense Enzo Lijnsen. De 13-jarige wielrenner heeft de laatste tijd enkele nationale titels binnengesleept in een sport die lang niet door al zijn leeftijdsgenoten wordt beoefend. En door zijn jongen van rond de 7 jaar, die gaat meestal voetballen. Hoe ben jij hierop gekomen? Een aantal jaar geleden fietste mijn vader nog veel en mijn zus. En die fietste bij WSC de Amstel. En ik ging altijd kijken. En toen zei iemand van WSC de Amstel, ik heb nog wel een leenfiets voor je. En zo ben ik gaan fietsen. En toen was je helemaal begonnen met fietsen. En wanneer kwam je erachter dat je het ook wel aardig goed kon? Nou ja, de eerste jaren hielden we het nog dicht bij huis. De wedstrijden, dus in de clubs. Maar die begon ik al redelijk te winnen. En zo is het verder uitgebreid. Toen bleek wel dat ik goed kon fietsen. Enzo Lijnsen is inmiddels 4 keer Nederlands kampioen geworden. In september wist hij met zijn ploeg WTC aan de Amstel te winnen. En vorige week wonnen met Tijmen van Loon de teamsprint en de ploegachtervolging. Die week daarvoor was hij individueel succesvol op het onderdeel Omnium. Hij won naar alle 4 onderdelen. Wij vroegen hem hoe ver hij daarvoor trainde. Nou, ik train er wel veel voor, vind ik zelf. Hoeveel uurtjes in de week? Nou, zomaar 7 of tot 10 soms. En is het dan alleen op de baan en op de weg of is het ook met krachttrainingen? Ja, ik ben, omdat er op de baan is heel explosief, dus ik ben 3 maanden geleden zo'n beetje begonnen met krachttrainen. Ja, ik begin altijd met warm rijden op de rollerbank en dan ga ik 25 halingen squats doen met 10 kilo. En dan, ja, dan moet ik op de trap met 6 kilo en dan op en neer, zeg maar. Met 1 been en dat 25 halingen, links en rechts. Dus alle trainingen kan je wel lekker thuis uitvoeren? Ja, deze wel, maar als ik ga baanwielrennen moet ik toch echt naar Alkmaar of Amsterdam. Of Apeldoorn soms. Nu je nationaal zo domineert, omdat je zoveel wedstrijden wint, zoveel Nederlandse kampioenschappen, ga je ook internationaal wedstrijden rijden? Dat deed ik al. In Denemarken gaan we ieder jaar naartoe, in Hemelvaart. En daar rij ik een meerdaagse wedstrijd, over 3 dagen. En dat is een algemeen klassement uiteindelijk. En wie wint, die krijgt een gele trui. Vorig jaar heb ik hem gewonnen en dit jaar was ik 2e, dus het gaat wel goed.
Er komt een nieuwe familiefilm gebaseerd op een van de boeken van Annie M.G. Schmid. De film Wiplala, geregisseerd door Tim Oliekoek, gaat over een klein kaboutertje die niet zo goed kan toveren. Wanneer hij een gezin net zo klein tovers als hij zelf, beleven zij een spannend avontuur midden in Amsterdam. De film is vanaf morgen te zien in Cinema Amstelveen. Elk jaar zoekt het KNGF, het Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds, naar pleeggezinnen die een puppy voor een jaartje willen opvangen in hun huis. Want voordat de pups worden opgeleid tot geleidehond, hebben ze een goede basisopvoeding nodig. De carrière van een geleidehond begint bij een fokgastgezin. Daar worden de pups geboren. En als ze een week of 7 zijn, dan gaan ze naar puppypleeggezinnen. En de puppypleeggezinnen die zorgen ervoor dat ze het eerste jaar opgroeien, dat ze de basiscommando's leren en dat ze opgroeien tot een blije hond. En dat ze ook socialiseren, dus dat ze kennis leren maken met alles wat er gebeurt, het OV, winkels, zodat ze later als ze echt aan de slag gaan, nergens meer van opkijken. Na het eerste jaar bij een puppypleeggezin komen ze naar de geleidehondenschool en daar worden ze verder getraind door trainers. En waar moet een puppypleeggezin aan voldoen? Een puppypleeggezin moet het vooral heel erg leuk vinden om met de hond aan de slag te gaan. Ze moeten tijd hebben en ze hoeven niet per se ervaring te hebben met honden, als ze maar de tijd en liefde hebben om met de hond aan de slag te gaan. En wat gebeurt er met de puppy's waar geen pleeggezin voor gevonden kan worden? We zorgen dat er altijd genoeg puppypleeggezinnen zijn. Dus ook nu weer zijn we op zoek naar nieuwe puppypleeggezinnen die dus dat eerste jaar voor de pup willen zorgen, zodat die klaar wordt gestoomd voor de opleiding. Hoe heet jullie pup? Onze pup heet Duo en is nu 5 maanden oud. En wat was voor jullie de reden om een pup te adopteren? Het was zijn idee. Hij had op school een thema over blind. Daar was het KGF met een aantal honden in opleiding. En dat zag hij en toen zei hij, ik wil ook heel graag zo'n pup hebben die wij gaan opleiden voor het KGF. En dat is ook gebeurd. Wat moet je als puppypleeggezin ervoor over hebben? Je moet er best wel wat voor over hebben. Het kost best heel veel tijd, maar het is leuke tijd, want het is eigenlijk spelen met de hond. Dus je mag de hond overal mee naartoe nemen, naar winkels, naar parken, de tram in, de trein, naar ijsbanen bijvoorbeeld. En dus hij mag altijd mee, dus het is altijd een manier met spelen met de hond. En worden jullie ook begeleid? Wij worden goed begeleid. Je kunt 24 uur per dag bellen. Als je problemen hebt voor oplossingen. En om de 6 weken komt er een consulent langs om te kijken hoe het gaat met de pup en wat er verder nog moet gebeuren. Vinden jullie het lastig dat Duo over een jaar weer weg moet? Ja, dat vinden we wel lastig, maar we weten het wel van tevoren en het is voor een goed doel. Dus we kunnen daar ook wel tegen. Wie komt er mee helpen om bankkraskost verloren schoon te houden? Initiatiefnemers uit de buurt maken volgende week maandag 1 december een uurtje vrij om zwerfafval op te ruimen. Iedereen die mee wil helpen kan om 2 uur verzamelen bij wijkcentrum Alleman. Het KLM mannenkoor wordt steeds kleiner en kleiner. Met inmiddels nog maar 25 leden zijn ze wanhopig op zoek naar mannen die de zangvereniging komen versterken. Want het zou toch zonde zijn als het koor na 65 jaar niet meer door kan zingen. Onze mediapartner RTV NH ging op bezoek. Is het ook niet een beetje oudbollig? Het is natuurlijk een beetje gedateerd, zoals het heet. Maar het was vroeger, ik weet nog, na de bevrijding, toen alles natuurlijk weer opnieuw begon, toen bloeide die koor allemaal geweldig, geweldig. Het mannenkoor in Beverwijk, waar ik jaren dirigent van ben geweest, had meer dan 100 leden. En op laatste zijn ze vorig jaar opgeheven, weg. En zo gaat het met heel veel koren. En dit koor staat natuurlijk ook, als het niet verandert, gaat het ook. Er wordt een sterfhuisconstructie. En dan is het ook met 2-3 jaar weg. Wie is de laatste die het licht gaat uitdoen? Ik denk ikzelf. Ja, dat zou ik erg triest vinden natuurlijk. Maar ik maak het in allerlei geledingen mee. Ik ben dirigent van een kerkkoor. Er gaat 45 mensen prachtige missen onderzingen van Haydn, Schubert, Mozart.
En nu zitten er nog 14. En de rest ligt allemaal op kerkhof. Zijn gaan hemelen. En ik zit meer achter het orgel tegenwoordig. Dat ik toch sta te zwaaien. En denk ik me, nou, wie zal de laatste wezen? Ik denk dat ik alleen achter het orgel overblijf. De zorgpremies voor 2015 zijn inmiddels bekend en zoals verwacht zijn ze weer enkele euro's gestegen. Voor veel gezinnen is het dan weer de vraag, overstappen of niet? Heeft u gehoord dat de zorgpremie in 2015 weer omhoog gaat? Wat vindt u daarvan? Dat heb ik gehoord en ik vind het een... naast dat de zorgpremie omhoog gaat, gaat ook de eigen bijdrage omhoog. Ik geloof dat die van 3,75 naar 3,95 gaat uit mijn hoofd, maar dat ben ik even niet helemaal zeker. Ik vind het vrij veel geld. Ik denk dat het onze eigen schuld is, want we doen een te groot beroep op de zorg. Er worden veel te veel mensen al doorgestuurd, terwijl het helemaal niet nodig is. Ja. Dat heb ik zeker gehoord. En dat vind ik niet prettig. Nee. Maar goed, het zal moeten. Dus daar kan ik ook verder niks aan doen natuurlijk. Hè? Heel erg, heel erg. De hele gezondheidszorg is waardeloos hier in Nederland. Ja, jammer dat het steeds hoger wordt en steeds meer moet betalen, terwijl je er vaak minder voor krijgt. Dus ja, maar ja, het is zo. Ja. En denkt u erover om uw polis na te gaan kijken en eventueel over te stappen? Ja, dat is wel iets waar ik aan dacht van dat moet ik misschien maar wel eens gaan doen. Maar ja, dat wil ik wel gaan doen. Ja. Ik heb de meest uitgebreide verzekering genomen. Ik kan dat toevallig wel betalen. Maar ik weet gewoon dat er heel veel mensen in Nederland zijn die dat niet kunnen betalen. Ja. En daar maak ik me wel zorgen over. Nee, ik denk dat... Nee. Nee, ik denk dat wel mijn verzekeringsmaatschappij nog goed is. En ik heb ook niet alles zodanig uitgezocht dat ik per... zorgvraag, zeg maar, weet wat mijn verzekeraar vergoedt? Nee, we zitten wel bij een goede volgens mij. Maar dat gaan we niet doen, denk ik. Maar ja, er is volgens mij toch niet veel aan te doen. Vannacht raakt het langzaam bewolkt. De temperatuur zakt naar 3 graden. De woensdag verloopt grotendeels bewolkt en er kan zo nu en dan wat regen vallen. De temperatuur bedraagt 7 graden. De oostenwind trekt aan naar matig. Dit was het RTVA-nieuws van dinsdag 25 november. Wij zijn er morgen weer om 7 uur. Ik wens u een fijne avond en graag tot morgen.